De WZ is van maandag 10 oktober. revisie weekend zit er weer op uh, met de Godijk. En AZ is nog steeds de koploper. Ze blijven gewoon uh, bovenaan staan. Hè? En iedereen denkt dat ze wel een keer gaan verliezen, maar uh, voorlopig ja. niet. Denk je dat er een gekke stunt in zit uh, bij AZ? Of uh, is dit gewoon vooral leuk voor nu? En uh, richting de windstop kan het nog wel. maar... Daarna ja is het klaar. Dat is een beetje het saaie antwoord, maar ik denk het wel. <laughs> ja. uh, neem niet weg dat het natuurlijk wel heel bijzonder is wat ze nu doen. Uh, zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren wat ze hebben ingeleverd. Uh, afgelopen zomer ook weer uh, veel kwaliteit vertrokken. Dan heb je eigenlijk één speler die overduidelijk je beste speler is, die de hele tijd geblesseerd nog was bij de seizoenstart. Carson. Ja. Carlson. En die uh, nou, hij is nu alweer wat fitter aan het worden, maar nog steeds niet klaar om alle wedstrijden te spelen. En dat vangen ze allemaal maar op. Je topscore de is al uh, lange tijd eruit. En het lijkt allemaal niet uit te maken voor Asset. En dat is toch wel echt indrukwekkend. Want ze spelen ook uh, bij Vlaag echt heel goed voetbal. Daar zit het hem ook wel in, toch? Dat dat voetbal gewoon, je kan iedereen makkelijk inpassen. Omdat ja. het al een tijdje bij elkaar is, een grote groep. Nee, zeker. Maar ze spelen natuurlijk nu ook wel met echt wel jonge, jonge jongens die van Brederode die nu uh, die knappe goal maakt tegen Utrecht. Een ja. hele jonge speler. Uh, Maxime Dekker staat achterin met 18 jaar, uh, 18 jaar jong. licht komt eraan, hè? Ja, ja, en daar staat AZ natuurlijk wel onbekend al jaren. Maar het is, um, vorig seizoen was dat wel anders. En het seizoen daarvoor uh, was het niet zo dat AZ um, ongelooflijk uitblonk in het spelen, aan het geven van speelminuten aan jonge spelers. En dat zie je dit jaar wel weer terugkomen. En dan valt alles uh, mooi samen. Ik vind het wel heel leuk. Ja, het was een beetje weggestopt inderdaad, want het was ook tijdens Feyenoord Twente. Dat was een wedstrijd, uh, ja, waar op voorhand dat je dacht, ja, Feyenoord niet echt in vorm, uh, Twente echt goed voetbal. Ja. Dat zou wel was lastig kunnen worden. Ja. Maar tweede helft had Feyenoord wel de wind mee natuurlijk. Zeker. Maar ging het eigenlijk weer een keer, uh, ja, voldoende denk ik voor uh, ploeg van slot. Maar um, ja, ze hadden het tegen Twente ook wel lastig toch? Kwaliteitsverschil lijkt niet heel erg groot te zijn. Nee. Nee, en Twente is stabiel, hè, eigenlijk al ja. heel lang. Uh, geweldige keeper, waar ze altijd op de ja, terugvallen. Normaal. Die Kimenes heeft hem uh, zeven keer gezien ongeveer. Die ja, ja die, die werd vannacht wakker zwetend <laughs> met het beeld van Las Oenestal uh, voor zich. Uh, ja, het was echt. Drie keer kreeg je iemand één op één op zich af. En ja. drie keer kwam hij als winnaar uit de strijd. Uh, dat blijft onvoorstelbaar. Maar Twente heeft zo'n stabiele basis, veel ervaring in de as, uh, ervaren staf met verschillende kwaliteiten. Um, dus die zijn gewoon heel moeilijk te verslaan. En de eerste helft vond ik echt heel leuk om naar te kijken. Het ja. ging echt alle kanten. Was het topper eigenlijk of ja subtopper eigenlijk nu? Maar... Ja, ja. Intense sfeer in het stadion. Uh, ook veel fouten. Wel. Daardoor is het ook een beetje chaotisch en blijf je er wel naar kijken ja. zeg maar. Uh, en na die rode kaart werd het natuurlijk een andere wedstrijd. Uh, Jiménez was heel erg aan het zoeken naar een doelpunt. Uh, uiteindelijk uh, niet gelukt. Maar je merkt wel dat hij uh, uh, gevoel heeft voor positioneren. Ja. En dat hij ook heus wel daardoor uiteindelijk wel gaat scoren. En is het ja, geen toeval misschien dat Feyenoord heel veel kansen krijgt dan? Door dat hij in de spits staat? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik vond het ook wel interessant om Geert Ruida in die nieuwe rol uh, ja. te zien. Omdat het toch uh, best wel zoek is geweest dit seizoen. Ook met Kukzu en Timber naast elkaar. Dat heeft Sotter wel vaker gezegd. Van, ze zijn eigenlijk allebei het beste als er iemand naast staat die de controle bewaakt. De balans. Ja, ja, ja. maar nu moeten ze dat heel erg met elkaar gaan afwisselen. En ja. dan komen ze eigenlijk allebei niet in hun kracht. Mm -hmm. uh, dus nou, het ging nu ook volgens mij nog niet helemaal perfect. Dat middenveld, maar... Uh, ik zie er wel potentie in. En voor Geertruida is het wel bijzonder dat hij ook weer op zo'n plek zich wel staande houdt. Ja, hij kan overal wel staan. Hij maakt natuurlijk ook veel goals. Dus ja. op een gegeven moment dacht je van, misschien is het ook wel een aanvaller. Een spits. Ja. ja, je weet het niet zo goed bij Geertruida, toch? Waar hij daar nou uiteindelijk moet staan. Nee, en volgens mij, uh, daar hebben ze er nog één van. Want toen heeft ook al ja. overal gespeeld bij Feyenoord. Bij elke wissel komt hij weer op een andere plek te staan. Misschien nog op back straks. Ja, ja, ja. ja. je gaat bijna denken. Maar en um, ja, alles zijn ze nog aan het puzzelen, Feyenoord. Ja. Maar je merkt wel um, dat de kwaliteit er is. En dat moet allemaal net even goed vallen. Uh, maar ik vond Hanko, Hanko moet je volgens ja. mij zeggen. Ja, uh, heel goed spelen. Die heeft een uh, ongelooflijke drive, natuurlijk. Eigenlijk zijn beste waarschijnlijk ook op linksback. Wat de centrale ja. verdediger is. Ja, of een beetje, een beetje tussenin zin. of zo. Ja, volgens mij slot het ook nog niet helemaal uit. Misschien als, ja, als je 50-2 had gespeeld, was het linkerkant perfect voor hem geweest. Ja. Dus, ja, denk ik ook. Maar omdat hij uh, ook wat meer in het centrum kan spelen, kan misschien Pedersen aan de andere kant weer wat verder naar voren. Ja. Dus dan komt hij ook wat meer in zijn kracht. Uh, maar hij was, echt, hij was echt heel goed. Hij had een ja. paar heel goede voorzetten, uh, ging continu over zijn uh, tegenstander heen. Dus dat zijn altijd wel leuke ontdekkingen van zo'n wedstrijd. Hè? Dus laten staan op linksback? Ja, zou ik voorlopig wel doen, ja, ja. zeker. Want op voorhand dan zie je Hansco dan op linksback, zie je ja. Truiden op middenveld. Dat is allemaal voor je gevoel eigenlijk een beetje onlogisch, maar nu lijkt het logischer te staan als je de wedstrijd hebt gezien. Ja, nou ja, het is ook een beetje een omzetting, want Lopez heeft ook wel goede wedstrijden als linksback gespeeld. Um, en nu heb je dan een heel ander type, waardoor het hele elftal weer een beetje kantelt ja, ja. En, uh, en zijn plek moet vinden. Maar we moeten altijd vertrouwen in Arne Slot, toch? Altijd. Er gloort hoop, sinds hij zwijgt met de Scepter. Dat is de intro van de Dik voor elkaar podcast. Oh ja, in Slot We Trust heb ik ook wel eens ergens gelezen. Zeker. Al kreeg hij wel wat kritiek de afgelopen week, natuurlijk. Twee ja. keer gelijkspel. Maar nee, hij lijkt wel weer een beetje op de rails te hebben. Ja, denk ik ook wel. En ze hebben ook niet elke wedstrijd dit seizoen natuurlijk geweldig gespeeld. Ja. Um, maar ja, wat we zeggen, ze zijn aan het zoeken en alles moet nog een beetje op zijn, op zijn plaats vallen. Dan gaan we naar FC Gakpo. Want uh, ja. het is wel echt uh, Gakpo dat de klok slaat. En hij neemt gewoon zijn ploeg weer bij de hand, toch? Mooie solo, uh, echt op doorzettingsvermogen ja, en kracht. Echt een geweldige goal. Drie punten waard gewoon zo'n actie. Oh wow, ja, maar is, die jongen speelt met zoveel zelfvertrouwen. Um, en ook echt. Um, hij is echt de leider nu in, in dit team. Vorig jaar um, uh, was hij natuurlijk ook aanvoerder. Um, maar had ik soms het idee dat hij zich daar niet helemaal op zijn plek bij voelde. Uh, en dit seizoen is hij zo duidelijk. De grote man bij PSV en Scoort hij in de belangrijke wedstrijden. Uh, net zijn dus verantwoordelijkheid als het even zwaar is. Uh, en dit doelpunt vond ik daar echt een perfect voorbeeld van hoe ja. hij ook uh, gewoon fysiek uh, eigenlijk door twee tegenstanders heen wormt, als een soort stoombal. Uh, en dan die verder hoek zoeken, waar hij natuurlijk uh, ongelooflijk goed in is. Ja, ja, die uh, hadden we misschien kunnen hebben. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, uh, die trouwens heel goed stond, keeper Daar precies, die stand, maar... Ja ja had echt een paar geweldige reddingen <laughs> weer, hè? Noppert. Maar uh, Gakpo, oh. ja, het valt ook in het buitenland op. Hè? Je ziet elke keer als PSV speelt, dan zie je ook in buitenlandse media steeds meer artikelen over uh, Gakpo verschijnen. Uh, van de zomer dachten we allemaal dat het misschien te vroeg zou zijn uh, ja. om, om een grote stap naar het buitenland te maken. En misschien achteraf uh, was het helemaal niet te vroeg voor hem en was hij er wel klaar voor geweest. Ja, ja misschien is hij ook klaar voor een basisplek trouwens, in Oranje. Want uh, hij wordt daar wel een beetje heen geschreven of gepraat. Ja. Ik denk wel dat dat... Uh, Mooie optie zou zijn, toch? Misschien achter de spitsen voor verhaal. Nou ja zeker. En zoveel aanvallers met uh, zo'n rendement hebben we natuurlijk ook niet in Klopt. Oranje. Depay uh, nog niet fit natuurlijk. Nee, precies. Maar ook ja. naast Depay, uh, ja. die kan niet alles in zijn eentje. Um, dan is het wel fijn om iemand te hebben die zo makkelijk scoort. Um, en als je met zoveel vertrouwen speelt, dan, dan moet het ook in Oranje wel lukken, denk ik. Precies. Dan hadden we nog heel even kort uh, Ajax, die had het heel moeilijk. Pas uh, weer zag er even niet goed uit. En nee. uh, dan bijna uh, op gelijke hoogte. De ja. kwamen op gelijke hoogte afgekeurd. Dat was wel uh, apart toch? Want je denkt Volendam, ja, verdedigen, dat gaat heel slecht. Ja. Het is Ajax. Maar het was echt heel moeizaam weer. Ja, het is broos. Uh, ja. Dat merk je gewoon. Want na die 0-3 denk je gespeeld, klaar. Uh, ja. Niks aan de hand. Um, en dan gaat het toch bijna mis. Maar gelukkig hadden ze een extra trainer langs de lijn. Hè? <laughs> Ja, wat vind jij ervan? Vind je dat mooi of vind je dat... Uh... Ik vind dat mooi, ik hou er wel van. Uh... Het is een beetje langs het amateurveld hè, gewoon uh, zo'n fanatiek gozer die dan ja. uit wordt gehaald, uh, die gaat gewoon mee coachen. Ja, je moet ook wat met je energie, je zit daar ja. langs de kant, je ziet het misgaan. Normaal ja. speelt hij, dan wordt hij niet gewisseld. Dus, nee, uh... nee, nee, hij wordt nooit gewisseld, nee. dus hij, hij was totaal in de war. helemaal hyper. <laughs> maar ja, het deed me een beetje denken aan uh, Ronaldo, EK-finale van 2016, die ja, ja, ja. ook uh, naast de trainer zo stond. Of Kuyt trouwens, met uh, zijn stopwatch. Die kon, ja, Kuyt met zijn stopwatch, ja. En uh, wat was dat, de bekerfinale? Nee, dat was tegen Heracles, uh, 3-1, volgens mij. Volgens, toch? Of was het de bekerfinale? Nee, nee, ik nee het kan dat je gelijk hebt inderdaad, dat bekerfinale was. Maar ook meecoachen. en ja, ja, uh, ook ja. de scheidsrechter coachen. Ja, ik denk uiteindelijk... Uh, als hij het zelf terug ziet, zal hij misschien denken, had ik niet moeten doen. En ze hebben het erover en is het ook opgelost. En volgens mij is Scheuder daar helemaal niet zo uh, moeilijk in... Vind dat prima, nou, dat gebeurt nu niet meer en uh, heeft niemand het meer over. Maar het was een prachtig beeld. Ik ja. vond het heel leuk. Hij was echt ook, het was ook niet één aanwijzing. Hij stond gewoon nee. hier daar, iedereen op zijn plek te zetten. En hij als IJS kampioen wordt, komt dat terug, toch als een fragment. Ja, ja zeker. Dan wordt hij. trainer van het jaar. Wordt hij dan. Als je geen kampioen wordt, is het begin van de documentaire, hoe het helemaal misging, doordat daar iets het overnam. <laughs> Zo gaat het toch? allemaal verkeerde aanwijzingen. <laughs> ja. Ja. Precies, dan gaan we nog eventjes uh, naar het buitenland. Want daar is ook een uh, basisklant Misschien voor Oranje. Um, Pong ja. in een 4-0 overwinning tegen Schalke, twee goals, af en toe een assist en hij valt op met zijn energie, maar twee, ja, twee toepen, als je dat ook nog eens kan toevoegen ja. in het spel. Ja, hij is nu zelfs net even opgezocht, okay. uh, de meest scorende verdediger in de top vijf competities, vier goals in de, in de Bundesliga, maar uh, ja, toch leuk. Je hebt een nieuwe trainer bij Leverkusen, Xabi Alonso, wordt ja. veel van verwacht en dat je dan bij zijn debuut met 2 de twee inschiet, dat uh, is een lekker begin. En het is eigenlijk het hele seizoen al genieten van Frimpong. Um, hij is aan die rechterflank echt een wapen. Hij is zo ongelooflijk snel uh, en zo explosief dat hij bijna niet te verdedigen is. Uh, geweldig in het dribbel. En um, ik had hem eigenlijk al wel een beetje in het Nederlands elftal verwacht. Maar hij zit dan elke keer in die voorselectie. En uh, vorig jaar een keer geblesseerd uh, weggevallen. Uh, dit jaar nou, haalde hij het net niet. Speelde bij Jong Oranje. Um... Ja, van Gaal wilde hem dan ook wel de tijd geven in Jong Oranje, toch? Dat zat er ook een beetje ja. achter. Ja, maar... en bij Jong Oranje speelde ze de afgelopen interlandperiode ook met wingbacks. Uh, ja. Daar was hij ook echt geweldig in. Um... En ik denk uiteindelijk op termijn is het een geweldige concurrent voor Dumfries aan die rechterflank. Omdat die ook, uh, denk ik, redelijk complementair aan elkaar zijn. Uh, Dumfries heeft natuurlijk heel ander fysiek. Die kan je fantastisch in de lucht aanspelen. Dat is bij Frimpong niet zo'n goed idee. Iets, nee, wel iets technisch. Die is iets kleiner, maar die is inderdaad aan de bal. Die heeft hele fluwelen zachte voetjes. Vergeleken met Dumfries. Ja, ja, ja. <laughs> Maar uh, nee, hij kan geweldig. Een man uitspelen, geweldig in de combinatie en inderdaad misschien uh, nog wat minder sterk. Uh, nou ja, sowieso in de lucht, maar ook in het verdedigend positioneren, daar heeft hij nog wel stappen in te maken. Uh, maar het wordt wel tijd dat we hem uh, gaan laten spelen in het Nederlands elftal, want uh, hij kan ook voor Ghana kiezen. Ja. Uh, er zijn verhalen dat uh, de Ghanese bond hem ook nu probeert te, te strikken beetje te paaien waarschijnlijk. Ja, snap ja. ik wel. En Ghana speelt ook een uh, WK natuurlijk. Uh, dus ja. hij heeft uh, best een luxe keuze. En ik denk dat het voor het Nederlands voetbal heel mooi zou zijn als hij voor Oranje zou kiezen. Ja, kan hij het ook uh, het verschil maken denk je? Of zou uh, Dumfries daar wel echt blijven staan? Nou, ik denk dat Dumfries wel heel veel krediet heeft, maar oh. het is natuurlijk wel lekker. Uh... Is het dan moeilijk om hem over te halen, zo van, uh, ja, je staat achter Dumfries? Ja, dat is waar, dat is waar. Maar uh, goed, uiteindelijk uh, kan. Kun jij ook... hem overtuigen nu? <laughs> ja, Jeremy, als je luistert, als je kijkt, Jeremy, het hè, trouwens. Ja, daar bestaat dat... volgens mij ook ja, van ja. Nederland, waar hij uh, heeft natuurlijk heel lang in Engeland gewoond. Ja. Uh, nee, maar je, ik bedoel, we moeten ook zo'n speler niet onder druk gaan zetten, want uiteindelijk is het ook een keuze op gevoel nee. en alles. Maar ik denk voor het Nederlands Elftas zou het een geweldig extra wapen zijn. Stel Dumfries is een keer gebaseerd. of je hebt iets anders nodig heet. in een wedstrijd. Ja. Um, hij kan ja. ook gewoon uh, back in de viermansverdediging staan. Je kunt hem zelfs in de aanval neerzetten. Dus ja. je hebt gewoon veel meer opties. Precies. Nou ja, verhaal uh... Wat met deze tips eigenlijk. ja? Van heeft hem vast op het lijstje staan het <laughs> ook met 60 man die ze in de gaten hebben. Zeker <laughs> dan vi.nl en uh, vi pro, allebei een beetje gecombineerd. Was het meest gelezen, ging over, over de loting van het Nederlands elftal. Um, oh. Ja, een beetje Er komt de WK aan en uh, ja, ik heb toevallig laatste podcast met Ronald Koemer gelezen, die altijd al over het EK en de kwalificatie. Ja, yeah. dat komt er ook natuurlijk al weer voelt ver weg. Ja, in maart 2023 ja. uh, is de kwalificatie uh, alweer Frankrijk, Ierland, Gibraltar en uh, Griekenland. Ja. toch ja. Ja, op het eerste oog, denk je ja, zo hoort. Maar ja, dat moet wel lukken, toch? Appeltje eitje, maar dan zien we op een pro dat het een van de moeilijkste lotingen zijn. Die kon eigenlijk volgens Pieter Zwart. Dus ja. dan ga je toch even nadenken? Oh, misschien wordt het toch lastig. Ik was aan het werk tijdens die loting en uh, nou, uh, dan staat het artikel erop en dan ga je even plassen en dan kom je terug. En dan heeft Pieter een heel pro-stuk verhaal uh, gemaakt ja, over, de, ja. over de loting? <laughs> Waar doet hij dat? Ja, <laughs> ongelooflijk, maar uh, nee, het zit hem denk ik vooral in uh, Griekenland, het is echt wel een pittige tegenstander ook. Om uit die pot te loten, zeg maar. Maar er zaten ploegen ja. in, landen in die nou ja, wat, uh, wat minder uh, respectabel niveau hebben. Het is allemaal in verhouding moeilijk. Dat Precies. Is het meer. Ja. Maar kijk, Frankrijk is uh, niet echt lekker als tegenstander. Uh. <laughs> nee, niet erg lekker. En zij, zij maken natuurlijk nu een moeilijke fase door. Maar uh, ik verwacht wel, na het WK komt er een nieuw bondscoach. Nou, iedereen mm. denkt dat dat Zidane gaat worden. Uh, ze hebben nog steeds. Misschien wel de beste ploeg ter wereld qua individuele ja. kwaliteit en breedte ja. van de selectie. Voordeel kan wel zijn dat je anders gaat spelen, waardoor je misschien wat aanpassingstijd nodig hebt. Ja, maar... zou kunnen. Nou ja, zou zeker kunnen. Uh, Ierland moet je normaal gesproken van kunnen winnen, maar een taaie verdedigende ploeg. Mm -hmm. En Griekenland heeft ook best wel veel verdedigende kwaliteit. Dus het zijn... Ja, Gibraltar. Gibraltar, iets minder. Gibraltar maken we iets minder zorgen. Over. Maar uh, nee, Griekenland ja, ja. en Ierland zijn ploegen waar je prima van moet kunnen winnen. Alleen het zijn geen makkelijke wedstrijden waar je met 4 nee. overheen stapt. Dus een keertje geen resultaat haalt ergens, dan kan je misschien in de problemen komen. Ja, dan Dat wordt het zweten meteen. Precies. Maar goed, de eerste twee gaan door en we hebben de Nations League uh, nog als vangnet. Hè. Daarom in juni gewoon uh, met Koeman meteen een prijs. <laughs> zou ja, het zou zijn. zomaar kunnen in ja. Nederland. Nee zeker, ja. een mooie strijd. Um, dan gaan we nog even naar uh, het buitenland, Engeland, want uh, rondje van, langs de buitenlandse velden gaan we veel meer bespreken, ja. onder meer ook uh, Arsenal. Um, maar Ronaldo is weer terug. Ja, ja hij e kan nog topscorer worden. Eswalu, moet ja, hij wel? Ja, uh, zeker, maar <laughs> moet wel halend inhalen nog. Maar hij kreeg wel complimenten. Ja, ik vond hem ook wel uh, echt goed spelen. Ook ja. vooral ten opzichte van um, de Europa League-wedstrijd van de week. Uh, daar vond ik het echt uh, nou, best een beetje pijnlijk uh, hoe dat ging. Hij was echt gretig om zich te laten zien, maar eigenlijk niks lukte. Acht keer op doel geschoten. Uh, geen enkele bal uh, ja. binnen. Um, en gewoon de hele verkramping in de aanval: van je staat met Ronaldo voor de goal. Dan durft niemand zelf te schieten. Dus je geeft hem aan Ronaldo, maar die mist hem vervolgens. Dat ja, is echt zo'n pijnlijke compilatie met zo'n uh, lullig muziekje eronder. Ja. Weet je, om dat te zien. Ja, en uh, die frustratie weet je wel. Hij, ja. hij wil het zo graag. En uh, dan maak je wel een beetje zorgen als je dat ziet. En nu uh, lukt het wel. Prima afgemaakt. Maar wat ik vooral wel bijzonder vond is uh, het werk wat hij verrichtte voor ja. de club. Uh, ongelooflijk veel. Terugsprinten, ballen veroveren. Continu aanspeelbaar. Positief in de coaching. Uh, Heeft dat... hij het licht gezien? Ja, ja, ik denk wel dat dit een belangrijk moment kan zijn. Um, ja. Ten koos weer van Martial, maar die ligt er nu waarschijnlijk uh, toch wel even een paar weken uit. Um, dus ja, kijk, de hele negativiteit rond Ronaldo maakt het proces van Ten natuurlijk ook niet zo veel makkelijker. Um, dus als dat nu ook even mee zit, kan het allemaal wel dingen versnellen. En voor hem is het denk ik gewoon fijn dat hij eindelijk die 700 uh, goal te pakken heeft. Ja. En even aan iedereen laat zien van, jongens, ik ben er nog. Precies. En voor Ten Hag ook uh, lekker uh, dat het uh, dat je weer uh, punten pakt dan in een moeilijke uitwedstrijd altijd. Everton, elke wedstrijd is trouwens lastig in de Premier League <laughs> maakt helemaal <laughs> niet uit. Maar um, ja, nu een beetje de ranglijst, uh, zijn vorm krijgt. Ja. Yeah. Gewoon top 4 toch? Proberen voor United en ja, heel veel meer zal er niet in zitten, maar nee, dat zou een goede ook. prestatie zijn toch. Top 4 zou uh, zeker hoe het er nu voor staat, zou dat een prima prestatie zijn. Ik denk dat iedereen er ook wel mee kan leven. Um, en dan doorbouwen het volgende seizoen misschien. Maar... Ja, en dan uiteindelijk ook uh, door selecteren op de transfermarkt, denk ik. Uh, dan wachten we weer een beslissing over Ronaldo en dat soort uh, spelers. Maar um, dit was wel een belangrijke. Ook omdat het laat zien dat ze uh, niet elke keer als ze 1-0 tegenkrijgen, meteen 2-0, 3-0 en 4-0 ook tegenkrijgen. Maar daadwerkelijk ook uh, het karakter hebben om het om te draaien. En uiteindelijk uh, in de tweede helft als ze natuurlijk ook die 1-3 en de 1-4 nog wel kunnen maken. Maar dit geeft wel heel veel vertrouwen, denk ik, zo'n ja. overwinning. En denk je ook dat ze best of the worst een beetje kunnen worden? Ja, vierde plaats. Derde, tweede zit er denk ik niet in. Maar die vierde plaats moet in principe haalbaar zijn. Maar het wordt niet makkelijk. zeker niet. Waar ga jij mee aan de slag uh, vandaag? Oeh, uh, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik, uh, ik word altijd een beetje aan het leiden door het, door hier, het he? nieuws. Ja, ja, ja. We laten in ons leiden jungle. door uh, wat er gebeurt <laughs> in de jungle, zeker. Top, dan zijn we er morgen weer met uh, ZSM. Yes. Thanks, Lentie. Uh, Lentin. Tot ziens.